Ja, dank u, meneer de voorzitter. Het is een dringende vraag die ik wil stellen over de berichten die we hebben kunnen lezen in de pers over een nieuwe ferryverbinding vanuit Oostende. Wij met Groen zijn absoluut voorstander van zo'n nieuwe ferrylijn en wij vragen dat daarvoor werkelijk alles op alles wordt gezet. De Oostendse havencollega's hebben wij in het verleden al een slapende haven genoemd. Een haven die dringend moet wakker geschud worden, want ze heeft veel meer potentieel dan hetgeen wat er nu vandaag uitkomt. En een nieuwe ferrylijn is in dat opzicht natuurlijk een enorme troef en brood nodig. De haven is een economische sterkte van onze stad die we beter moeten uitspelen. En de nieuwe kwartaalcijfers zijn pas vrijgegeven door de Vlaamse Havencommissie. Ik heb hier kopies mee van die tabel. En ik wil u toch wel zeggen dat het tweede kwartaal van 2015 er eigenlijk niet goed voor staat. We stranden op 294.732 ton. Dat is een nieuw dieptepunt vergeleken met zowel hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar als eigenlijk een aantal voorgaande kwartalen van dit jaar en van de voorgaande. 2014 is in totaliteit, was sowieso al een slecht jaar voor de haven, met 21% minder ton vrachttrafiek dan in 2013. En dus nu nieuwe kwartaalcijfers die eigenlijk nog slechter zijn dan 2014, wat al slecht was. Dus hij komt op mij vragen, meneer de Schepen of meneer de burgemeester, maar uiteraard, ik heb begrip voor een eventuele nood aan discretie in deze fase. Ik wil dat onmiddellijk zeggen, maar niet te min. De berichten staan in de pers en dus een aantal vragen. Er zijn tegenstrijdige verklaringen rond de financiering van de nieuwe groep. Is die financiering met de nieuwe rederij al rond? Of niet? Als de financiering rond is, dan kunnen we verder. Gaat het om één maatschappij of om een groep? En welke ervaring kunnen zij voorleggen? Zijn er ook garanties op een langdurig engagement, wat toch belangrijk is, dat er geen speler naar Oostende komt, ene keer iets realiseert hier, maar dan vrij korte termijn terugtrekt. Dus als het om een betrouwbare groep gaat, en volgens de informatie die circuleert is dat toch het geval, ook dan kunnen we verder. Welke elementen spelen mee in de beslissing ter zake? Dat is ook een van mijn vragen. Als het zo gaat om de angst om vluchtelingen aan te trekken naar Oostende, dan moeten we dat natuurlijk niet onder de mat vegen. Maar ook dan moeten we vooruit met die opportuniteit, met die nieuwe ferryverbinding. Oostende is Calais niet. In Oostende zou het gaan om 1 à 2 overvaarten per dag. In Calais zijn er veel meer, wat natuurlijk een enorme aantrekkingspool is in Calais, veel meer dan in Oostende. En het havengebied rond Calais is ook groter en onoverzichtelijker dan dat van Oostende. Met andere woorden, we moeten het probleem onder ogen zien, een mogelijk probleem van vluchtelingen. We moeten dat counteren, maar het mag ons nooit tegenhouden om nieuwe ferryverbindingen vanuit Oostende aan te leggen. Economisch gezien is dat veel te belangrijk voor onze stad. Ik kom tot mijn voorlaatste vraag naar timing. Welke timing wordt voorzien voor het besluitvormingsproces? Als ik het goed begrijp is er nog geen definitieve beslissing genomen. Maar ik zou ook aan u formeel de vraag willen stellen om een raad van bestuur van de haven samen te roepen. En om daarmee niet te wachten tot de beslissing eigenlijk al is genomen, zodanig dat wij daar dan akte van nemen. Maar ik zou u willen vragen om de raad van bestuur samen te roepen en ons te betrekken, ook in het denkproces. Zodanig dat wij als bestuursleden de verschillende argumenten, cijfers, elementen in het dossier die belangrijk zijn voor de beslissing, op voorhand kunnen inkijken en samen met u mee daarover brainstormen en over kunnen discussiëren. Tot daar.